Oké, vandaag gaan we verder doen aan de kamerhead. En het begint al goed, want kijk, die lamp die daar hangt, is stuk zo te zien. Allee, ik vermoed eigenlijk niet dat, ik vermoed dat iets elektrisch is. Dat niet de tijlbuis zelf is, want er zitten twee tijlbuizen in. Het zou straf zijn, moest één tijlbuis, moesten ze al twee tegelijk stuk gaan. Ik heb daar nog aansluitpunten, hè, maar er zitten nog geen extra tijlbuizen op, dus... Ik zou dan een keer moeten debuggen, maar het zal nu niet zijn. Debuggen, denk dat ook alleen softwareontwikkelaars zeggen dat ze lichten gaan debuggen. Nu ga ik eerst, ja, ik heb een lijstje, maar ik ga het direct laten zien, mijn lijstje. Maar nu ga ik eerst en vooral, het is een beetje aan het miseren precies. Nu ga ik daar mijn tafeltje plaatsen. Je ziet dat ik mijn gaten al voorzien heb. En ik heb naast die M8 heb ik ook, dat zijn M5 nutrivets en die zouden als het goed zijn hier moeten inpassen. Dan heb ik daar vier punten waar ik hier een stuk kan ophangen. En dan naar beneden toe kan ik ook nog bevestigen. En daar komt als harnierelement op, dan heb ik hier een tafelblad. Boven mijn zetels die dus zo komen te staan. Dus dat zijn ook nog schuifdeurtjes met een legplank achter. Die kan ik eventueel nog een legplank tussen zetten ook. Like dat ik hier gedaan heb, hier zit nog een legplank tussen. Hier heb ik nu twee deurtjes gemaakt, maar eigenlijk gaan die deurtjes nog weg, want daar past perfect de coolbox in. En dan die constructie is eigenlijk, daar zit het toilet in. Dus je kunt dan naar voren schuiven. Daar is plaats voor toiletpapier. En hier kan het toilet zelf in en daarachter is ook plaats voor het product voor het toilet. En dat doet tegelijk, dus dat schuift in en uit. En dat, als je goed kijkt, zo, doet dat tegelijk ook dienst als opstapje. Dus 1, 2, treden voor het bed wat daar ligt. Dat is mijn 12 volt. De batterijbox zit. Dus je ziet hier die box. Zo heb ik twee boxen zitten daar. Die met dat gat zit al een batterij en daaronder komt er ook een batterij. En dan daar zit de elektronica. Hier komt nog een zonnepaneel, ladertje en dergelijke meer. Maar nu is dat dus voorlopig enkel. Ja, dat houdt dus van de vorige inrichting. Dat is een schakelaar, moet ik ook nog vastzetten. Maar als ik die omzet, dan zie je dat mijn batterij niet veel niet meer geladen is. Dat is een 12 volt stekker voor de coolbox die hier komt te zitten. En dat is nog voor USB om op te laden. De bedden heb ik al gezegd, hè, de lattenbodems. De gordijnrails die hier hingen zijn weg. En ik heb alleen nog maar daar een gordijnrail, wat dan dient voor de afsluiting van de cockpit. En we zijn rond, denk ik, in voorlopig. Nu ga ik dus hier, dan hangt hier allemaal los ondertussen. Dus dat moet terug naar boven. En ik ga daar de kastjes ophangen nu. Allee, ik ga kastjes maken. Ik heb ongeveer in die lengte 1,80 meter. En ik ga dus drie kastjes van 60 centimeter. Dat ik afzonderlijk kan ophangen daar. En dan gaan we daar met onze voeten liggen, want dat gaat vrij. Allee, dat gaat eigenlijk tot hier komen. Dus dat is al vrij laag voor mijn hoofd onder te liggen. Je ziet dat soms wel, dat ze zo van die kastjes aan beide kanten hebben. Maar dan is meestal het bed lager. In mijn geval is het bed vrij hoog. Dat is hier voorlopig het enige dat ik heb om op te laden. Maar er komt nog een aansluiting voor 220 volt aan een zekeringkast, zodat we niet afhankelijk zijn van de zekering van de camping, maar dat we onze eigen zekering hebben. En ik denk dat ik dat... Ik ga nog moeten zien waar ik dat plaats, maar dat gaat waarschijnlijk hier in dat keukenblok ergens komen. Dat was het voorlopig, maar dus van zodra... Dat ik, nu moet ik even doorwerken. Als ik er door ben, kan ik nog een keer kijken voor een uitgebreide video. En dan ga ik ook weer wat meer video's rond fotografie maken. Dat is trouwens die lader die ik nu gebruik, een Optimate 4. Nu, dat is op zich geen slechte lader. Dat kan zo goed als elk type batterij laden, behalve dan lithiumbatterij. En het grootste probleem is eigenlijk dat hem gewoon heel traag laat. Hey, wat is het hier? 12 volt, 0,8 ampère is de snelheid waarmee dat hem laadt. Dus dat betekent dat ik voor mijn ene accu al een hele dag op de camping moest staan
om die vol te kunnen laden met 0,8 ampère. Dus ik heb gewoon een sterkere lader nodig. Maar als ik op reis ben, heb ik niet de bedoeling van de hele dag op de camping te staan natuurlijk. En dat is wat ik voorlopig verzonnen heb voor de kastjes. Dus die rails houdt een rails van 4 cm breed. Die zijn allemaal bevestigd in de carrosserie. En daar haak ik dus kastjes op. Ja, ik denk die bovenste kan ik in schroeven en hier kan ik zo achterhaken. We zullen zien.